Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar als je goed kijkt zie je bij de Engelse kust wel wat opklaringen zitten. Die komen onze kant op. Uit de bewolking vallen van tijd tot tijd buien. Het zijn vaak kortdurende en vrij lichte buien, maar ze zijn wel talrijk. De zon breekt dus ook heel af en toe door, maar de bewolking heeft wel de overhand. Dat geldt ook voor vanmiddag, vooral veel wolkenvelden, af en toe ook wat zon en her en der vallen een paar buien. Temperaturen erbij rond 15 à 16 graden. Vanavond trekken de buien weg, wordt het tijdelijk wat droger en begint de wind naar het zuidwesten te draaien. Morgenochtend gaat het dan vanuit het westen regenen. Er waait een stevige wind, uit het zuidwesten is die eerst een windkracht 7 en in de middag draait die naar het noordwesten en wordt dan windkracht 8. Bovendien kunnen er dan zware windstoten optreden, van de kustprovincies tot 100 km per uur. En tijdens de buien zijn er morgenmiddag en avond ook onweer en hagel mogelijk. Onstuimige dinsdag, ook woensdagochtend merken we dat nog. Ook dan is het nog wisselvallig en waait het flink. Maar later op de dag neemt de buigheid af en wordt ook de wind minder sterk. Donderdag en vrijdag verlopen ook wisselvallig en de temperaturen liggen rond of iets onder normaal voor deze tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl